grote klassiekers, dat lijkt allemaal basic te zijn. Maar als dat echt goed klaargemaakt is, is dat oh zo lekker. En denk het niet dat aan de sterrenchefs is van daarop neer te kijken. Nee, nee, juist tegenovergesteld. Het blijft altijd een uitdaging om die klassieker om te vormen. Welkom in Meesterlijke Klassiekers. Vandaag gaan we de bouillabaisse maken. Ik denk iedereen kent wel de klassieke Franse bouillabaisse van de streek van Marseille. Dat is in feite een vissoep die werd gemaakt door de vissers. Bouillabaisse heeft een zeer bescheiden komaf. Het was in feite de soep van de vissers met een overschot van de vis. Met de vissen die ergens tussen de touwen gezeten hadden, de minderwaardige vissen, de kleine visjes. Die werden dan in een soepvorm bereid aan boord in zeewater. Of wat ook nog gedaan werd, dus als de vissers binnenkwamen, dat de vissersvrouwen op het strand dan met de overschot die soep kookten. We gaan dat vandaag doen, niet met de vis van de Mediterranee, maar met vis van bij ons. We hebben hier doornhaai. Kun je zien hoor, zijn twee scherpe doornen. De poon, knorhaan ook soms genoemd. Dat is niet de tong, dat is de schartong. We hebben hier de pieterman. Ook oppassen, want hier zit ook zo een zeer gevaarlijk scherpe vin. Daar kun je zware ontstekingen van krijgen. Je moet het direct afsnijden. Dit is de steenbolk. De familie van de wijting. Dan heb je hier de zonnevis. Saint-Pierre genoemd. En hier is hetzelfde. Hier zit ook zo een gevaarlijk scherpe pin. Pinnen die echt kwetsend kunnen werken. Dus wat moet er gebeuren met die vissen? De ogen moeten er altijd uit, de kieuwen moeten eruit. En dan moet die goed gewassen worden en dan drogen. En het beste is dat je dat een dag op voorhand doet, zodat dat de nacht in de frigo kan mooi uitdrogen, omdat je vis dan straks mooi kunt aanbakken. Dus we hebben zoal een schaal voorzien, die een nacht gedroogd heeft. Ziet je, we hebben die allemaal in stukken gesneden. Het beste is dat je dat mooi op een handdoek legt. Goed droogdeppen. We gaan beginnen met onze groenten. Dus die ook de smaak moeten geven aan die soep. Dus we hebben nodig venkel, paprika, tomaten, selder, look en een ui. We hebben niet de Mediterraanse vissen gebruikt, maar we hebben wel de groenten vandaar gebruikt. Dus de paprika, de venkel. Het zijn allemaal Mediterraanse smaken die dan toch aan die bouillabaisse de juiste vorm geven. Dus onze groenten zijn gesneden en die gaan we nu aanstoven. Ondertussen heb ik een pan met olie die warm is. En hier gaan we onze vis mooi in aanbakken. We gaan die kruiden met peper en zout. En dan gaan we die aanbakken in warme olijfolie. De groentjes, wat gaan we daar nu nog bij doen? Dat is onze tomaten. Want die hebben we er nog niet bij gedaan. Want anders, al die jus gaat eruit en kun je moeilijker gaan aanstoken. Onze vis is de volgende stap. Die gaat er nu in. Dit is de koppen en alles. Dit zijn ook allemaal vissen die zeer rap in stukken vallen, maar die veel smaak afgeven. Dus voor die gewoon te bakken, als gewone bakvis, is dat moeilijker. Onze pan, die gaan we nu blussen met witte wijn en een beetje ricard. De
Dit laten we eerst nog een klein beetje inkoken en dan gaan we het bij onze groentjes doen. Ondertussen kunnen we misschien de laatste smaakmakers nog bij onze bouillabaisse doen. Het zijn peperbolletjes. Enkele blaadjes laurier. Dan heb ik hier lavas. Ik vind dat een zeer frisse smaak daaraan geeft. Ik ga er wat blaadjes lavas bij. Een beetje tijm. Een klein beetje cayennepeper. Een beetje piment d'Espelette. Safraandraadjes. En tenslotte nog een beetje tomatenpuree. Ongeveer zo. Een goede eetlepel tomatenpuree. En dan hebben we hier onze Ricard met de witte wijn die al een beetje is uitgekookt. En die gaan we er nu aan toevoegen. Zo, alles zit er nu in. Nu moeten we nog juist water op doen en dan gaat hij in de oven. Gewoon zorgen dat de vis mooi onder staat. Gaan we even oproeren. Dat die tomatenpuree en die kruiden er allemaal mooi in zitten. En dan natuurlijk wat belangrijk is, voor je in de oven gaat, is dat het eerst moet koken. Want anders duurt dat veel te lang tegen dat het gaat koken in de oven. De oven is zeer geschikt om iets zacht te laten garen. Als je op een vuur zet, krijgt dat enkel warmte onderaan. Het risico dat gaat aanbranden. Dus één dat zo lang moet op een vuur staan. In een oven heb je een mooie verdeling van je temperatuur. En kun je alle smaken beter inwerken. Van onze soep kookt. En nu gaat hij voor 1 uur in de oven. Dat mag 1 uur en 1/4 zijn ook. Dat maakt niet veel uit. Een oven 180 graden zorgt ook dat je oven voorverwarmd is. Zo. We gaan er ook nog een garnituur bij doen. Dat zijn namelijk mosseltjes en kokkeltjes. En toastjes met look. Ik heb hier bouchonmosseltjes. En kokkeltjes die ontzand zijn. Dat is wel belangrijk. Dan moet je vragen of je kokkels hebt zonder zand. Ze nemen een beetje selder. Een beetje ui. Even doorgaan met je mes. Lavas. Zeer lekker bij mosseltjes en kokkeltjes. Geef een beetje selder smaak. We gaan eerst onze groentjes een klein beetje aanstoven. Hier ook de boter niet kleuren, gewoon smelten. Nu nemen we onze kokkeltjes. En onze mosseltjes. De hardheid van die twee is ongeveer hetzelfde. Met nog een beetje peper erbij. Deksel erop, wel belangrijk dat je een soort stoom krijgt. En dan lekker schudden. En 3-4 minuutjes. En je mosseltjes en je kokkeltjes zijn klaar. Ja, als je zo kleine mosseltjes, bouchonmosseltjes en kokkeltjes gaart, ja, loop nu weg van je pan. Schud daar 2 keer aan en die zijn open en die zijn gaar. Want het is niet de bedoeling dat je daar cachou in krijgt. Hè. Het is de bedoeling dat die echt zo nog naar de zee smaken, dat die fris zijn. Die komen mooi open. Kijk, die zijn nog mooi glazig. Mm. En dat spat zo open in je mond. Je proeft die pure zee daarin. Hetzelfde met die mosseltjes. Die mogen niet te ver gegaard zijn. We gaan er een deel uithalen. En ook een deel nog in de schelp laten, die we straks in onze soep als garnituur kunnen gebruiken. De jus, die gaan we bewaren en gaan we straks ook een beetje bij onze bouillabaisse doen. We zetten ons potje hier in, dekseltje erop. De warmte die er nog in zit, gaat niet meer verder garen, maar zo blijven die mooi, mooi, mooi warm. Nu, wat gaan we daar nog bij doen? Dat zijn toastjes. Toastjes met look, teentje look. Snijd die gewoon overlangs. Een baguette, Frans stokbrood. Daar gaan we toasten van snijden. We gaan die nu invrijven en dan met olijfolie gaat dat in de oven.
Nemen onze look. Nu dat een klein beetje kapot dat hij goed smaak geeft. Voor liefhebbers van veel look, die mogen er nog zo een klein fijn sneetje look opleggen. Dan gaat het dan mooi inbakken. En dan nemen we onze olijfolie. Die gaan we over ons brood gaan besprenkelen. En die gaan we nu in de oven bakken. Die mocht een oven hebben van 200 graden, zodat die mooi croustillant kunnen bakken. En ik denk ondertussen dat onze bouillabaisse ook al zal klaar zijn. Voilà, die is mooi zacht ingekookt. We gaan die eruit halen. En hier kunt je nu zien dat al onze aromaten hun werk gedaan hebben. Ziet je die pepers zijn gaar, die vis is uitgekookt. Alle smaken zitten nu in de soep. Dus nu gaan we die zeven. Kijk, je ziet wat mooie kleur. Je moet daar niet geen bang van zijn om erop te duwen. Want alle smaak moet eruit. Dus hier hebben we nu onze bouillabaisse. Nu voor de roei hebben we een klein beetje bouillabaisse nodig. Daarvoor hebben we nu ook eerst op voorhand gezeefd. In een roei zijn er aardappelen, look, saffraan, tomaat. En dan gemixt met olijfolie en ook een dooiertje erbij. Maar daarvoor moeten we natuurlijk eerst onze aardappeltjes koken. Dus je doet dat gewoon in schijfjes of in brokjes, dat maakt niet veel uit. Daar gaan we nu bij doen. Een tomaat. Die gaan we juist de pitjes verwijderen. Dat we enkel het vruchtvlees hebben. Mag er nog wel een pitje in zitten. Dus onze tomaat erbij. Twee teentjes look. Die gaan we daarbij doen. Enkele saffraandraadjes. En dan gaan we onze roei bevochtigen met onze bouillabaisse. We doen die erop. En dan laten we die gewoon koken. Gewoon laten haren op het vuur. En eenmaal dat die haar zijn, dan gaan we die mixen met onze eieren en olijfolie. Ondertussen gaan we kijken naar onze toastjes en ik denk dat die ook klaar zijn. Mooi croustillant. Ondertussen gaan we een klein beetje vet afscheppen van onze bouillabaisse. Dus een klein beetje vet van onze olijfolie die we gebruikt hebben. En dat heb ik er liever niet op. Ondertussen zie ik dat mijn aardappeltjes gaar zijn. Die gaan we nu een klein beetje laten afkoelen, dat we straks gaan mixen met eieren. Zo. En die laten we al lichtjes warmen. Onze aardappeltjes zijn al een beetje afgekoeld. Dus dat tomaatje er mag te blijven inzitten. Dat gaan we nu... Wat gaan we hier nu bij doen? Eidooier. En dan olijfolie. We gaan nu mooi laten mixen. Proeven. Je krijgt zo'n mooie crème. Het is niet echt een mayonaise, maar bijna een crème. Het komt door die binding van die aardappel. De mooie smaak van olijfolie, de bouillabaisse zit erin. Er zit look in, maar het is niet overdreven, omdat we de toastjes al met look hebben ingevreven.
En de smaak van de saffraan. Onze toastjes zijn klaar. Onze soep is mooi warm. Dan kunnen we overgaan tot het afwerken van ons bord. Dus hier hebben we onze kokkeltjes en onze mosseltjes. En in ons potje, die moe nog warm is, gaan er enkele mosseltjes in. Het is altijd leuk als je zo een schelpje erin zet. Mosseltje volledig. Nog een kokkeltje. Dit is de basis. En nu hebben we natuurlijk onze jus nog. Die gaan we bij onze bouillabaisse doen. Zo. Die schep je nu mooi in je bord. Overdrijf niet. Het is beter dat je de rest op tafel zet of een tweede keer serveert. En daar kun je dan de rest van je kokkeltjes in doen. En daar leggen we nog enkele puntjes van onze roei op. En dan werken we nog af met enkele blaadjes dille. En dan hebben we er uiteraard natuurlijk nog onze toastjes. Best een toastje apart bij serveren. En daar is ook een lepeltje roei op. Ook een takje dille. Een draadje saffraan. Zo. Zo. Een klassieke Noordzee bouillabaisse. Een lekker soepje met schaaldieren, de roei. Dus daar kun je echt van genieten, zo'n warme soep op een koude winteravond. En ja, elke klassieker is een inspiratiebron voor mij om daar creatief mee om te gaan in mijn keuken. Tot straks.